Anice Ramos. Hier bij ons in Nederland bepalend voor het aanzicht van een dorp, van een stad, vaak ook kerktorens. Er zijn er duizenden van in Nederland. Je staat er niet altijd bij stil, maar ze hebben natuurlijk ook onderhoud nodig. En dat is bij een kerktoren, alleen al vanwege het geld, soms best ingewikkeld. Kerkbesturen proberen van elkaar te leren. De Nicolaaskerk in Onstwedde in Groningen. In de lucht prijkt de Juffertoren, rond 1350 gebouwd. En daarmee is het een van de oudste torens van ons land. Hij is net opgeknapt van top tot teen. Zelfs de windhaan is opnieuw verguld. In het dorp zijn ze er blij mee. Het heeft wel iets nostalgisch ook. Als de kerkklokken gaan luiden en zo. Dat hoort er wel eigenlijk bij. Als ik weer terugkom, dan vind ik hem ook gewoon heel mooi verlicht. En dan voel ik me ook gewoon echt weer thuis. En dat kan Martin Kruiter beamen. Eigenlijk van alle kanten, alle richtingen dat je ons er binnenkomt, is de toren altijd goed zichtbaar. En voor velen een mooi herkenningspunt. Als kerkrentmeester heeft hij de restauratie van de Juffertoren begeleid. Nou, hier is te zien dat er heel veel voegen en stenen zijn vervangen. Hier moet nog iets aan bijgekleurd worden, zodat hij nog even weer wat oud lijkt. Er is veel geld nodig om kerktorens te restaureren. Deze opknapoperatie kostte 2,5 ton. En al dat geld bij elkaar sprokkelen bij onder meer de gemeente en de provincie kost weer veel energie. Je moet allemaal documenten genereren om aan te tonen dat jouw toren geld nodig heeft voor onderhoud. Het moet ook binnen een bepaalde tijd ingediend worden. Dus dat levert wel de nodige spanning en stress op. Elk kerkbestuur met een toren herkent die spanning en stress. Daarom is er vandaag een symposium om kennis te delen en advies te krijgen. Als jij toevallig als kerkmeester of als parochiebestuurder net aan de beurt bent om deze moeilijke klus te klaren, dan sta je wel voor een opgave. Tuurlijk, het is een hele belasting, maar als uiteindelijk alles lukt en de toren die is weer helemaal gerestaureerd, dan zijn we allemaal blij. Voor de komende 30 jaar in ieder geval, want dan begint het hele riddeltje opnieuw. Ja, een beetje mistig in de lucht.